ineens een heel circus in de straat. Ja, niet verwacht. Hè? De hele tijd is het rustig. Vraag je af van, wat gebeurt daar allemaal? En in één keer wordt het duidelijk. Ja, want het, heeft u ooit gedacht van, daar zou wel eens iets niet in de haak kunnen zijn? Ja, je denkt aan alles, maar je denkt niet gelijk aan dit soort activiteiten. Hè? Achteraf denk je van, ja, past het? Kan het? Is het allemaal duidelijk geworden? Voorheen was het altijd van, ja, wat doen die? Van iedereen weet je een beetje wat ze doen en alleen daar was het een groot vraagteken. Ja, want wat waren het voor mensen? Gewoon aardige mensen, een paar kleine kinderen. En zijn het nog steeds waarschijnlijk, alleen je kijkt er nou een beetje anders tegenaan. Je was er gisteren ook bij de brand? Ik liep toevallig vlak voor en liep ik er langs, een hond uitlaten en zag ik een hoop rook. En ik had in de gaten dat er al gebeld was, dus ja, ben verder gelopen. U was niet bang, of denkt u niet achteraf, ja jeetje, dat zat wel heel dicht in de buurt? Bang niet, maar ik ben wel bewust niet in de rook gaan staan. Nu hoorde ik net, u had ook een beetje een bijnaam voor het pand. Ja, wij noemden het hier Fort Knox. Waarom? Altijd zo gesloten. Altijd hekken dicht, grote hond erachter. En niet bepaald de locatie waar je per ongeluk een keer achterom loopt.